First Lady Ingrid Boutersen-Waldering heeft gisteren voor de derde maal schooltassen overhandigd aan scholieren van verschillende tehuizen, sociale instellingen en kinderen uit individuele gezinnen. De stichting Het Koningskind is een van de tehuizen dat in aanmerking is gekomen voor schooltassen voor enkele van haar pupillen. Volgens Ruben Bra, voorzitter van de stichting, heeft het bestuur een telefoontje van het kabinet van de First Lady ontvangen met een mededeling dat ze in aanmerking zijn gekomen voor een donatie vanuit het schooltassenproject van de First Lady. Nou, ik vind het een mooie geste van het kabinet dat ze aan de kinderen denken. Omdat het is moeilijk in het land. We moeten allemaal de boekriemen een beetje strakker zetten. En dit is een mooi begin voor het volgend schooljaar. Het tehuis biedt onderdak aan 9 kinderen, van wie enkele wees zijn en enkele achtergesteld en weer andere zijn mishandeld. Van de 9 hebben 8 een schooltas gehad. Een van de pupillen zit op het natin en is buiten de boot gevallen, zegt Braaf. De voorzitter zegt dat het tehuis tegenwoordig met moeite het hoofd boven water kan houden. We moeten het hebben van donaties van mensen als u die af en toe elke maand 25 of een tientje doneert aan het huis. En, en als er niet genoeg geld is, dan moet de leiding in zijn zak natuurlijk. En dat gebeurt vaak. Krijgt u geen subsidie van de overheid? Nee. Nee. Dat is een tijdje wel geweest. Maar... Dus als u dan in principe... Ja, geen de redacteurs die elke maand wat geven. En grote bedrijven die brood en groente geven. Dus we redden het wel. Maar... water steeds meer bij de neus als, ja. Aldus Ruben Braaf, voorzitter van de stichting Het Koningskind. Hij was gisteren ook een van de gelukkigen die uit handen van de First Lady enkele schooltassen heeft ontvangen. De overhandiging vond gisteren voor de derde keer plaats in de congreshal.